De aanschaf van Hotel Babylon aan de Lalaroekweg is een betere optie geweest dan de hoge huurtarieven die het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken betaalde, zei arbeidsminister Stephen McAndrew vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman geeft aan niet te snappen waarom er verkeerd nieuws verspreid wordt over de zaak. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken sinds 2022 zoekt naar een nieuw onderkomen. Omdat we toch wel merkten dat de verhuurder van het pand waarin we zaten bezig was de huur te verhogen naar een bedrag dat voor ons in principe onbetaalbaar was. Namelijk van iets van SRD 180.000 naar 1,5 miljoen SRD. Dat komt op jaarbasis neer op ongeveer 18 miljoen. En als je weet dat we voor beleidsprogramma's niet eens dat hebben, dan kan je begrijpen dat we toch wel naar alternatieven moesten uitkijken. In 2022 dachten we dat we dat hadden gevonden met Housing International en Hosta Apartments aan de Keizerstraat. Maar helaas, dat pand is toen geveild geworden, waardoor we verder op zoek moesten gaan. We hebben toen uitgekeken op website van vastgoedbedrijven, onder andere Surgoed en Renaissance. Er waren drie panden die in de belangstelling stonden om aan te schaffen. Het besluit om over te gaan tot de opkoop van het gebouw werd vorig jaar genomen, zegt McAndrew. Oudglansgebouw aan de Kerkplein, Casana van het Hoogruitstraat en Hotel Babylon aan de Lalaroekweg. Er is toen een interne commissie geformeerd op het ministerie, bestaande uit directieleden en wat staffunctionarissen. Die zijn de gebouwen langs geweest en op basis van hun bevindingen is toen gekozen om met Hotel Babylon verder in zee te gaan. Dat betekende dat we raadsvoorstellen moesten opstellen voor goedkeuring door de RVM. Van RVM is het verwezen naar de regeringsraad. Daar is toen de koop van het pand is toen goedgekeurd. Waarna we verdere stappen konden ondernemen met de makelaar. Dat is mevrouw Omaira Boutersen geweest van Renaissance Real Estate. Maar ook met onze collega van GBB. McAndrew stelt verder dat het ministerie van Financiën adviseerde om middels financiering te werk te gaan. De eerste deelbetaling is al geschied en de tweede zal voor eind maart in orde gemaakt moeten worden.